Welkom bij deze video. In deze video ga ik iets nieuws uitleggen, namelijk de Makey Makey. De Makey Makey die heb ik eigenlijk net gekocht en ik heb hem nog niet open gemaakt. Dus dat wil ik samen met jullie doen en gaan aansluiten aan mijn computer. En dat wil ik eigenlijk allemaal aan jullie laten zien. Daarnaast wil ik ook laten zien wat je er eigenlijk allemaal mee kunt doen en hoe het nou eigenlijk werkt. Nou, ik zal hem eerst even openmaken. Het is verpakt in een mooi rood doosje waar de Makey Makey op staat. Invention kit for everyone. Connect the world around you to your computer. Nou, het zijn allemaal hele leuke dingetjes. En ik maak het doosje nu open. Nou, het eerste wat ik eigenlijk in het doosje zie, is een stickervelletje. Dat zijn dus een aantal stickers waar de Makey Makey, waar je dingen op kan plakken, denk ik. Daarnaast zit er een handleiding bij. En in de handleiding staat waarschijnlijk hoe je hem kan gebruiken en wat je nog meer kan doen met de Makey Makey. Daarnaast zit het Makey Makey bordje erin. Met dit apparaatje kun je dus eigenlijk je computer straks gaan besturen. Er zit een USB-kabel in. Dit gedeelte gaat in de computer straks en dit gedeelte gaat straks in de Makey Makey. Daarnaast zitten er nog een aantal krokodillenklemmetjes in. Die heb je ook echt nodig. En nog een aantal andere draadjes, connector draadjes, die kun je dus ook nog gaan gebruiken. Dus eigenlijk deze spullen heb ik nodig voor mijn Makey Makey. Nou, als eerste wat ik ga doen, is ervoor zorgen dat ik mijn computer aan heb staan. Nou, dat heb ik dus. En ik zorg dus voor dat mijn internet aanstaat, want dat is heel erg belangrijk dat het internet aanstaat. Nou, dan pak ik het bordje van de Makey Makey en dan connect ik hem met de computer. Het grootste stuk doe ik in de USB-poort van mijn computer. En dit gedeelte plug ik in de Makey Makey. Nou, dan gaat hij wat kleurtjes geven. En aan de achterkant zie je een rood lichtje, want dat betekent dat hij dat hij het doet. Meestal, of bij sommige computers, geeft hij nog een aantal pop-ups aan. Maar die pop-ups die moet je gewoon eigenlijk gewoon niet doorgaan. Die moet je gewoon wegklikken. Want de Makey Makey werkt ook zonder al die pop-ups. Dus die kan je gewoon wegklikken. Als je dit hebt gedaan, dan pak je dus een van die krokodillen klemmetjes. En dan pak je dus het stukje waar je hem dus mee kan openklikken. En dan maak je hem vast bij Earth. Bij aarde. En als je hem bij aarde hebt vastgemaakt, dan hoef je eigenlijk alleen nog maar met je ene hand het stukje ijzer aan te raken van het krokodillenklemmetje. Want nu ben je geaard met de Makey Makey. Nu kan ik dus met mijn vingers, die ik hier heb, kan ik dus, als ik bijvoorbeeld op space klik, zal ik even laten zien bijvoorbeeld bij een Word bestandje. Bij een leeg Word bestandje, als ik dan nu op space klik, zie je als het goed is dat de cursor op de computer daar stapjes gaat bewegen. En hoe kan dit nou? Het is eigenlijk, je maakt een soort van stroomkring. En ons lichaam, daar kan stroom doorheen. Dus op deze manier kan ik dus eigenlijk mijn computer met dit kleine apparaatje besturen. Nou, ik wil hem niet opslaan natuurlijk. Nou, wat zijn nog meer de mogelijkheden met Makey Makey? Nou, als je naar de website gaat van makeymakey.com/apps, dan staan er een heleboel leuke apps die je kan gebruiken met je Makey Makey. Bijvoorbeeld bongo's. Als ik deze aanklik, dan kan ik met space kan ik dus geluid maken. En met de linkerpijl. Nou, dat werkt. Nou, het is er nog meer mogelijk. Bijvoorbeeld een piano. Scratch piano. Cannibal. Tetris. Dat zal ik ook meteen even laten zien. Nou, met Tetris kan je van die blokjes. Nou, dan moet je dus ervoor zorgen dat die goed naar beneden valt. Nou, even kijken. Hoe kan ik... Oh, dat is pauze. Oh, dat ging wat sneller. Oké. Nou, dan kan je dus... Ook met die Makey Makey kun je dus eigenlijk met je vingers ook een spelletje gaan spelen. Nou, dit is ook een ander voorbeeldje. Daarnaast is het ook erg leuk om met Scratch... Daar heb ik ook een handleiding van gemaakt. Die kun je ook teruglezen op mijn weblogboek. Kun je met Scratch kun je ook allemaal spellen maken. Maar die kun je ook
Die spellen kun je ook weer gaan spelen met je Makey Makey. Dus als ik hem start, dan kan ik dus bijvoorbeeld hier, bij dit spelletje van Scratch, kan ik allemaal verschillende instrumenten bespelen. Nou, als ik dus op de linkermuis klik, hoor je een bekken, een trommel en nog een trommel. En dan even kijken, bij Space is de koebel. Maar dat zijn dus allemaal hele leuke spelletjes. En als ik dus naar mijn eigen spel ga, die ik een tijdje terug heb gemaakt, moet ik even kijken of ik die even snel kan vinden. Even kijken. Nou, dat lukt even niet zo gauw. Maar bijvoorbeeld hier ook Pac-Man. Pac-Man kan je dus ook met Scratch, kan je dat spel kan je dus gaan maken. Je kan dus ook met de Makey Makey weer gaan spelen. Moet die even laden. Even kijken hoor. Ja, daar ga ik. Nou, ik moet dus uitkijken voor die... Ho. Nee, nou ben ik alweer game over. Nou, dit zijn dus allemaal voorbeeldjes die je dus met je Makey Makey kan gaan doen. En wat er nog meer mogelijk is met de Makey Makey, dat zien jullie nu in de volgende video. Unleash your creativity with Makey Makey. A USB gadget that can turn just about anything into a computer input. Simply find something that can conduct a small amount of electricity, connect it with the included alligator clips, and then start to experiment. Get your creative juices flowing and make a beatbox. Pun, pun, city. And with millions of compatible apps along with the ability to make your own, the sky's the limit. Whether it's a DIY game of Operation, ooh, yeah, or a ninja sound effect machine, you can create something incredible with Makey Makey. Buy Makey Makey and shop for hundreds more amazing gifts at bat19.com.